Faro, mi raccomando la plate. Four sets of stars on a red background, each set containing six elements.
If we make a use of these four sets, a set with 24 elements will be formed. 6 plus 6 plus 6 plus 6. 4 sixes, 4 times 6, 24. Thus, the operation of multiplication may be regarded as one of repeated addition. The stars on the blue background illustrate the operation 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4. 6 fours, 6 times 4, 24. Here, give me my word. Gerade so ich von dieser festlichen Gelegenheit Gebrauch zu machen, will ich ein Vers und ein Glas. Et cetera, et cetera, et cetera. Ich drink mit u auf het vloeibare Heden, niets dan Lob und gute Zegen. Drink, Weiland en Noord, drink, brave leden. Kom, luister niet naar uw vrede, alles gaat verloren. Bleke boeren, gouden tanden, de duivel en de rode kans. Waanzin, bloed en misverstanden, schreeuwen doen wij straks de stoelen uit. Syphilis, en slappe borsten, kamelen, kunst en in de oogbol, destillaat en vette borsten. Wij nemen afscheid van deze beelden. Ik heet u welkom bij de annihilatie van het nieuw Brabantspoor. Enfin, benenloze veteranen, zwaaien u uw armen in het rond, ontroer uzelf met drank tot tranen, want lieve mensen, drinken, kunst en tranen zijn gezond. Geen eindeloos lijden, zoals de meer traditionele leer
lezing leert, maar in absoluut en onomkeerbare vernietiging. De grote vergissing van Paulus, het apostelen der heidenen, is de aanname dat de dood definitief zou zijn. Dat staat haaks op het evangelie, dat juist de overwinning op de dood predikt. Een overwinning die op zijn of haar beurt weer garant staat voor de uiteindelijke overwinning op de dood. Er komt nog een stuk uit Matthäus. Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, pak hem dan af en werp hem van u. Het is beter voor u om kreupel of om min voor uw leven te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. Op zich een bijzonder arrogante passage, die naar alle waarschijnlijkheid als beeldspraak bedoeld is, maar met een zekere betrekking tot de realiteit. Of beter, het is een reeks van beelden die stuk voor werkelijkheid staan. In het algemeen mag men ervan uitgaan dat in de mate dat verschillende bestellingen van toepassing zijn op de werkelijkheid. In de mate dat verschillende bestellingen van toepassing zijn op de werkelijkheid, zijn ze niet zeker. In de mate dat ze zeker zijn, lijken ze niet op toepassing van de dankbaar niet in toe te ademen en gekeken naar
horizon. Die overigens telkens hervervreden als ze in de buurt kwamen. Het blijkt dat we in zo'n klimaat het beste onze eigen vaderprogramma mee kunnen nemen. Maar in die korte momenten, als de schaduw van de iets te kleine plastic vallen net op je hoofd valt en de poel water die je net in het hete zand vergooit nog net niet is verbrand, dan is de oase echt. Ik heb in de archieven van het Nieuw-Brabants Front. Ja, heb ik een aantal documenten gevonden, waaronder een fragment uit de oprichtingsspeech, waarbij gewaarschuwd werd voor de organisatie. Dus aanhalingstekens. Ook vanuit de hoge rangen van het front kunt u rekenen op totaal onredelijke besluitvorming, ongeorganiseerde veldslagen, spionage en contraspionage, vele promoties tot niet bestaande rangen, plotselinge identiteitswisselingen en een constante onwetendheid over het feit of er überhaupt wel echte personen schuilen achter de schijnbaar willekeurig gegenereerde berichten die u via allerlei kanalen zullen bereiken. En 10 jaar Nieuw-Brabants Front ten einde. Ik wil een klein dankwoord uitspreken aan alle kameraden die in die 10 jaar hebben gezocht, gezweet en gebloed voor kunst in het vaderland en voor het front. Er zijn weinig mensen met wie ik poedelnaakt achter de linies van een of andere barbaarse stand gedropt wil worden om in 2 dagen met stokjes en touwtjes de expositie in elkaar te timmeren. Maar jullie zijn echt allemaal genadeloos. Ik saluut. Dan is het nu tijd om het front officieel te annuleren. En dan zal ik kapitein Manet vragen om de vlag te laten zakken. En ik wil jullie vragen om gezamenlijk het initiatiegedicht van het front nog eenmaal voor te lezen. Eén, twee, drie.
En dan is het nu stoelendans. We gaan allemaal achter de stoelen staan. Ik zet de muziek op. En dan lopen we een grote ronde rondom de stoelen. Iemand haalt dan een stoel weg. En als de muziek stopzet, dan degene die niet kan zitten, die is dan af. En zo gaan we door, totdat er niemand over is, dat er één iemand over is. En die krijgt van mij een cadeautje. Yeah.
een beetje dichterbij bent. Thank you.
Dames en heren, de winnaar! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Ja, had ik gefeliciteerd. Ja. Ik dacht jou eigenlijk een mooi pakje krijtjes te geven. Oh, ligt daar de bom. Nou, dat is een supermooi pakje krijtjes. Heb ik altijd bij me thuis liggen. Cosmic Antidote. Een soort van tegen jouw positieve negatieve samen met tegen het. Dus krijtjes, fantastisch. Dames en heren, we gaan even een beetje opbouwen. Dus een beetje rommeltje. En dadelijk hebben we een mooie optreden hier muzikaal. Iets muzikaals.